De meeste kinderen hebben ook familie. Als ze goed gewerkt hebben, krijgen de kinderen van de meester een beloning. Oké, jongens en meisjes, jullie hebben al heel hard gewerkt. Jullie mogen heel eventjes 5 minuten pauze nemen. Oh, ik ga meteen even mijn moeder bellen hoor. Alle kinderen bellen op naar familieleden. Hallo tante. Hoi moeder. Ik heb slecht ontvangst. Nee. Dat is ook de afstandsbediening van het digibord. Oh. Thanks. Helaas heeft niet iedereen iemand om op te bellen. Had ik ook maar iemand om te bellen. Ja. Maar we hebben helemaal geen familie. We kunnen moeilijk vreemden gaan bellen. Ga ik alvast maar verder met taal. De 5 minuten waren voorbij. Doei mam. Hé hey Ines. Ja? Waarom zijn jullie niet aan het bellen? Maar we hebben helemaal geen familie. Geen familie? Hé, wist je dat hun daar geen familie hebben? Oh, Ines, Emma en Matanki en Noah hebben geen familie! Echt? Oh, vandaar dat ze nooit iemand bellen. Na school zitten ze weer bij elkaar. Hé, wat was dat nou daar straks? We zijn geadopteerd. We wonen in een weeshuis. De directeur is daar echt heel streng. En daarom bellen we niemand en hebben we geen telefoon. We hebben toch geen familie. En die paar centen die we van de directeur krijgen... Dan kan ik beter aan iets anders besteden dan. Waarom hebben jullie dat dan nooit gezegd? Ja, je moet er iets aan doen. Kom. Ja, kom. In het weeshuis staat het personeel gemeen voor zich uit te kijken. Een groep weeskinderen komt net terug van school. Gisteravond bij het avondeten waren jullie 2 minuten en 36 seconden te laat. Jullie weten wat dat betekent. Poetsen! Het personeel is altijd heel gemeen. Dit is al de zoveelste keer dat we moeten schoonmaken. De derde keer deze week. Daar is het ingang van het weeshuis. Hopelijk krijgen we de deur open. Ja, kom. Een paar klasgenoten proberen stiekem in te breken in het weeshuis. Hoor ik eens boven in het weeshuis? Ik ga snel kijken. Hé, hij is weg. Kom op, we gaan. Ja. Ik pak mijn fietsleutel. Goed idee. Goed idee. Ja, hij is open. Volgens mij moeten we hier in lokaal 7 zijn. Weet je het zeker? Volgens mij wel. Oké, okay. Let's go. Kijk, daar zijn de mappen waar Ines het over had. Oh ja, kom. Dat klopt, kom. Snel pakken ze de mappen van de weeskinderen en verstoppen zich onder de tafel. Oké, deze nemen we mee. Ja, precies. Eruit halen. Kom. Zo. Er zit ook de rest van de familie in. Kom, we nemen de hele map mee. Ja, oké, is goed. Oké, kom. De volgende dag gaan andere kinderen verder met het plan. Heb je het gehoord van die papier van adoptiekinderen? Oh ja, van Matanki, dat hun familie in Sri Lanka woont. Oh, maar dat stik ver weg. We moeten echt een inzamelactie voor geld halen of zo, anders halen ze het nooit. Ja, dat is goed. De kinderen gaan snel de klassen rond om zoveel mogelijk geld op te halen. Ja, voor de weeshuiskinderen hebben we een goed idee bedacht. We gaan geld inzamelen voor jullie, zodat jullie naar jullie familie kunnen in Sri Lanka. Yay! Met de hoed wordt ontzettend veel geld opgehaald. Voor mij ook. Alsjeblieft. Eens kijken hoeveel geld we hebben opgehaald. Zeker best veel. Zo. Wow. Met dit geld kunnen de weeskinderen zeker naar Sri Lanka. Na een lange reis komen de kinderen eindelijk aan op de plaats van bestemming. Zo, het is hier warm. Het is veel warmer dan ik dacht. Hé, kijk. Misschien moesten we daar zijn. Is dat onze familie? Ja, hè? Hij was ook zo dik en groot. Hebben jullie de koe gegeten? Ben jij papa Shibi? Papa Shibi. Papa Shibi. Ja, Shibi! Zusje Shibi! Shibi! Het is een mooi weerzien. Waar is mama Shibi? Mama Shibi. Volgens mij is mama Shibi dood. Jammer dat mama Shibi dood is, maar gelukkig hebben we de rest van de familie Shibi nog. Ze hebben aan tafel een heleboel te bespreken. Nu hadden de weeskinderen ook iemand om mee te bellen. Hoi, we hebben onze familie gevonden. Eindelijk!